Ik ben Henk Hendricks en ik run samen met mijn vrouw een vleeskeukenbedrijf hier in Heijen. We hebben 90 hectare akkerbouw en we hebben 140.000 conceptkeukens zitten op 2 locaties. Eentje hier thuis, die zitten voor Asbro. En op de locatie 500 meter verderop heb ik keuken zitten voor Plukom. We proberen hier het bedrijf zo te runnen dat we de akkerbouw wat extensiever doen. Dat betekent een traditioneel bouwplan. Maar met de keukens proberen we vooral marktgericht te blijven produceren. Ons doel is om keukens te houden in samenwerking met de voerleverancier en de dierenarts. En daarbij een zo hoog mogelijk gezondheidsstatus te creëren, waarbij we ook de hygiëne zelf heel erg hoog in het vaandel hebben staan. Waardoor we een constant goede kwaliteit afleveren. Daarnaast is ons doel om goed te kijken wat de markt vraagt. Dat betekent de juiste gewichten afleveren en de hoge kwaliteit te leveren die supermarkten vragen. Ook denken we qua huisvesting mee naar datgene wat de markt vraagt. We hebben al daglicht in de stallen en we denken nu ook aan uitlopen. Om die stabiele resultaten vast te houden, proberen we de hygiëne goed op orde te hebben. Denk je bij aan stallen goed schoonmaken, daar ben ik heel erg op. En daar wil ik zelf ook bij zijn en aan meewerken. Joost komt hier regelmatig op het bedrijf. We lopen dan samen door de stal en sparren over lopende zaken. En kijken hoe de keukens erbij liggen. Vervolgens, aan het einde van de ronde, wordt er een analyse gemaakt en de resultaten besproken. Af en toe is daar een wijziging van een voerschema bij nodig. En daar vertrouw ik Joost volledig op. De kracht van dit bedrijf ligt hem dus in de stabiele resultaten. En die zijn zo bijzonder omdat bij deze trager groeiende keukens, die zijn over het algemeen wat moeilijker te sturen. En als ze eenmaal op achterstand geraken, dan wordt het heel moeilijk om dit te compenseren. Nou, bij de familie Hendricks krijgen die keukens eigenlijk niet de mogelijkheid om op achterstand te geraken, omdat de opstart eigenlijk altijd erg goed verloopt. Waardoor dat ze gedurende de ronde mooi op de norm blijven zitten. En richting de laatste 2 weken kunnen ze dan naar een mooi eindgewicht toe groeien. Een ander sterk punt van dit bedrijf is dat we de coccidiosedruk erg goed onder controle hebben. En dat komt eigenlijk door een combinatie van een goede reiniging en ontsmetting en vervolgens tijdens de ronde een goede veiligheid in het voer. Ik ben blij met het bedrijf zoals het nu loopt. Ik ben vooral trots op de laatste rondes. Het afgelopen jaar loopt eigenlijk heel strak. En telkens als je dan een keukens afgeleverd hebt en je ziet dan weer die kleine bandbreedte waar tussen we zitten te opereren op dit moment met onze voederconversie en groei. Nou, dan ben ik daar heel blij mee met die samenwerking met de groep.